Als je een bedrijf hebt die services wil aanbieden die online te boeken zijn, dan wil je een online reserveringssysteem op je WordPress-website hebben staan. Ik ga vandaag de plugin Bookly met je bespreken waarmee je zo'n online reserveringssysteem of boekingssysteem kunt maken. Hoi, mijn naam is Roger en welkom in de WordPress Lounge. Vandaag ga ik je laten zien hoe je een online reserveringssysteem kunt toevoegen aan je website. Laten we beginnen. Als voorbeeld voor deze tutorial maak ik een reserveringssysteem aan voor een sportschool. Hier op de homepage van mijn site kun je op de reserveren button klikken om naar reserveren te gaan. Hier zie je dan het reserveringsformulier wat ik ga maken in deze tutorial. Ik wil een krachttrainingssessie boeken met een personal trainer. Ik kan de categorie selecteren, de dienst en zelfs een medewerker. Ook geef ik dan hier mijn beschikbaarheid op. Zo ben ik bijvoorbeeld beschikbaar vanaf 1 december op zaterdag, zondag van 8 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. In het volgende scherm kan ik dan kiezen voor een weekenddag en een tijdstip. Dan moet ik mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres opgeven. Ook kan ik eventueel nog een beetje extra informatie opgeven. En in de laatste stap krijg ik te zien dat mijn reservering is voltooid en dat ik een mailtje krijg. Om dit te maken heb je dus de plugin Bookly nodig. Om deze plugin te installeren ga je naar Plugins en dan naar Nieuwe plugin. En dan typ ik hier Bookly in. Ik installeer en activeer de plugin. Na activatie zie je tussen je menu-items in je dashboard Bookly staan. Het eerste wat we gaan doen is naar de instellingen van Bookly. En dan gaan we naar bedrijfsnaam. Hier vul je je bedrijfsnaam in, je adres en je telefoonnummer en je website. Ik voer hier mijn totaal fictieve natuurlijk sportschool bedrijfsgegevens in en klik daarna op opslaan. Nu ga ik mijn openingstijden invoeren. Dat doe je hier bij werkuren. WP Fit is bijvoorbeeld van maandag tot vrijdag open van 8 tot 10 en in het weekend van 10 tot 6. Dan kan ik dat hier allemaal invoeren. Dit zorgt ervoor dat er buiten deze tijden dan ook geen reserveringen mogelijk zijn. Bij vakanties kun je uiteraard je vakanties doorgeven en dan zal er tijdens die periode ook geen reservering mogelijk zijn. Ook kan je een medewerker toevoegen. Ik wil bijvoorbeeld een personal trainer toevoegen aan mijn reserveringssysteem. In deze gratis versie kan je trouwens één medewerker toevoegen. Wil je nou meerdere medewerkers toevoegen, dan heb je daar de premium versie voor nodig. Om deze toe te voegen ga ik hier naar medewerkers en dan klik ik hier op de groene knop om een medewerker toe te voegen. Ik vul hier Bart in en selecteer een afbeelding. Bij gebruiker kun je een WordPress gebruiker instellen. Dit zorgt ervoor dat je personeel zelf veranderingen kan aanbrengen in bijvoorbeeld zijn of haar eigen schema. Ook vul ik even een fictief mailadres in en telefoonnummer. Bij info kun je nog wat extra informatie geven over de medewerker. En klik tenslotte op opslaan. Als ik dus wil dat medewerker Bart zelf kan inloggen in een dashboard om bijvoorbeeld de beschikbaarheid op te geven in Bookly, dan kan ik bij gebruikers naar nieuwe toevoegen. Hier geef ik zijn gebruiksnaam op en zijn e-mailadres. Als ik dan hier op wachtwoord tonen klik, dan kan ik een wachtwoord instellen voor Bart. Bij de rol kies ik ervoor dat Bart een beheerder is, zodat hij zelf aanpassingen kan maken voor reserveringen. En dan klik ik op nieuwe gebruiker toevoegen. Als ik dan terug ga naar medewerkers, kan ik het gebruikersaccount koppelen aan het medewerkerprofiel door hier op bewerken te klikken. Bij gebruiker kies ik dan voor Bart. Zo, dan heb ik nu alle details ingevuld voor medewerker Bart. En dan zie je dat er nog drie andere tabbladen over zijn. Diensten, planning en vrije dagen. Ik sla diensten nu even over, daar ga ik het zo over hebben. Bij planning kun je aangeven welke dagen Bart werkt en wanneer hij pauze heeft. Standaard geeft de plugin de tijden aan die je hebt ingesteld in je instellingen, zoals ik je eerder heb laten zien. Bart werkt bijvoorbeeld niet op zondag. Dan kan ik dat hier instellen door helemaal naar boven te scrollen en op uit te klikken. Bij het tabblad Vrije Dagen kun je aangeven wanneer je medewerker niet aanwezig is. Wat je instelt in deze tabbladen zorgt er dus ook voor dat klanten medewerker Bart enkel kunnen reserveren wanneer dat hier is aangegeven. En dan ga ik nu naar diensten. Ik heb nog geen diensten gemaakt, dus kan ik hier ook geen diensten kiezen die Bart aanbiedt. Dus klik ik hier op dienst toevoegen om mijn diensten aan te maken. Dit brengt me naar de omgeving waar je diensten kan toevoegen. Om mijn eerste dienst toe te voegen klik ik hier op de groene knop. En dan geef ik een naam aan de dienst. Deze noem ik Personal Training Krachttraining. En dan klik ik op Voegen Service toe. Nu gaan we deze dienst bewerken. Je ziet de titel staan die ik zojuist heb ingevoerd. En je kan een categorie kiezen. Ik heb nog geen categorie gemaakt, dus kan ik hier nu nog niks selecteren. Wel kan ik het tarief instellen. Deze zet ik op 45 euro. Dan kan ik hier de medewerker selecteren.
Ik kan voor alle medewerkers kiezen of specifieke medewerkers die deze dienst aanbieden. Ik heb nu enkel Bart als medewerker, dus die selecteer ik. Ook kan je nog extra informatie over je dienst geven. Bij het tabblad Tijd kan je aangeven hoe lang de personal training sessie duurt. Hier geef ik aan dat de personal training 1 uur duurt. En dan klik ik op opslaan. Nu zie je de dienst staan. Wel staat het tarief in dollars. Om dit aan te passen ga je naar de instellingen en dan naar betalingen. Dan kun je hier de valuta naar euro veranderen. Maar ik wil ook nog categorieën toevoegen en wat extra diensten. Dan klik ik hier op categorieën om een nieuwe categorie aan te maken. Deze noem ik personal training. Dan wil ik nog een categorie aanmaken en deze noem ik massages. En dan sla ik mijn wijzigingen op. Dan wil ik nu de categorie personal training toevoegen aan mijn krachttrainingdienst. Nu wil ik nog een personal training dienst maken. Voor het gemak dupliceer ik mijn krachttrainingdienst door hier te klikken. En dan ga ik de kopie bewerken. Deze noem ik personal training cardio. En de rest van de instelling laat ik zoals ze zijn. Dan ga ik nu nog een dienst aanmaken en noem deze rugmassage. Ik voeg de categorie massage toe en een tarief van 40 euro. Bij de tijd stel ik deze in op 30 minuten. Ook deze dienst dupliceer ik en deze ga ik weer bewerken. Deze dienst noem ik voetmassage en zet het tarief op 30 euro. Dan sla ik weer mijn wijzigingen op. Zo, alle diensten heb ik nu toegevoegd. Als ik dan terug naar medewerkers ga en naar bewerken ga, kan ik bij het tabblad aangeven welke diensten Bart aanbiedt. Zo kan ik bijvoorbeeld aangeven dat Bart alleen krachttrainingen geeft en alleen rugmassages. Maar ik laat hier alles aangevinkt staan. Je kan het dus op twee manieren doen. Hier bij het medewerkersmenu of door bij diensten de medewerkers te selecteren. Dan gaan we nu naar weergave. Hier zie je hoe alle stappen eruit komen te zien als klanten een reservering maken op je website. Ik kan de kleur aanpassen. Dit verander ik naar blauw. Ook kan je hier aangeven of je de stappen wel of niet wilt tonen. Je kan alles aanpassen door erop te klikken en dan de tekst aan te passen. Dan kan ik hier bijvoorbeeld klikken op medewerker en daar personal trainer van maken. Hier kan ik de tekst aanpassen. Hier maak ik dan bijvoorbeeld ik ben beschikbaar vanaf van. Ook kan ik hier typen start en hier einde. Dit geldt voor alle stappen. Om naar de volgende stap te gaan klik je hier niet op volgende zoals klanten dat zouden doen. Want daarmee kun je alleen de tekst aanpassen van de knop. Nee, je klikt hierboven op de tabbladen om de andere stappen aan te passen. Zo kan ik bij het tabblad tijd aangeven dat ik de opties in een kalender wil tonen. Ook kan ik de naam van deze stap aanpassen van tijd naar bijvoorbeeld hoe laat ben je er? En zo kan je dus de gehele layout van je reserveringsformulier aanpassen. Maar hoe toon je dit nou op je website? Hiervoor moeten we eerst een nieuwe pagina aanmaken. Hiervoor ga ik naar pagina's en klik ik op nieuwe pagina. Deze noem ik reserveren. Om het reserveringsformulier te tonen op deze pagina klik je hier op het plusje en dan zie je hier het boeklieformulier. Nu is deze toegevoegd aan de pagina. Dan zie je hier rechts nog meerdere opties voor het formulier. Zo kun je bijvoorbeeld de categorieënkeuze verbergen of de diensten of de medewerkers. Deze wil ik nu wel allemaal laten zien, dus klik ik hier rechtsboven op publiceren. En dan kan ik nu de pagina bekijken. Stel, ik wil een reservering maken voor een krachttrainingssessie. Ik selecteer de categorie, dan kies ik hier voor de krachttrainingdienst en dan kies ik voor de trainer Bart. Dan geef ik mijn beschikbaarheid op. Bijvoorbeeld vanaf 1 december ben ik elk weekend tussen 10 en 5 beschikbaar. In de volgende stap prik ik dan de datum en het tijdstip. En dan geef ik nu mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres op. Ook kan ik nog een notitie achterlaten. Dan kom je bij de stappen betaling. In de gratis versie kun je dus geen betaalmethode instellen. Wel kun je hier de optie laten zien om bij aankomst te betalen. Als je helemaal geen betalingsstap wil laten zien, kan je dit uitschakelen in de instellingen van de plugin. En dan bij de laatste stap krijg ik het bericht dat de reservering is voltooid en dat er een e-mail met de details is verstuurd naar mijn e-mailadres. Als ik dan weer terug ga naar mijn dashboard en dan bij Bookly naar afspraken ga, zie je hier alle gemaakte afspraken. Je ziet alle opgegeven gegevens van de klant en zelfs de notitie als die is achtergelaten. Je kan de afspraak ook bewerken, zo kan je bijvoorbeeld een andere medewerker toevoegen. Bij de kalender kun je overzichtelijk alle afspraken zien. Zo kun je per medewerker filteren en per dienst. Ook kan je per maand, week, dag of als lijst al je afspraken weergeven.
Oké, ik heb nu een werkend reserveringsformulier op mijn pagina staan. Maar nu wil ik op mijn homepage nog een button toevoegen die bezoekers direct naar het reserveringsformulier brengt. Ik ga hiervoor naar mijn homepage. Ik heb mijn website met de Page Builder Elementor gemaakt, dus klik ik hier op Bewerk met Elementor. Ik voeg een nieuwe knop toe door deze naar mijn homepage te slepen en ga deze bewerken. Dan vul ik hier de link in. Dit is wpwebsitemaker.nl/reserveren. En dan klik ik op bijwerken. Als ik dan de pagina ga bekijken, zie je de button. En als ik erop klik, linkt deze inderdaad door naar mijn reserveringsformulier. Zo zie je dat er al erg veel mogelijkheden zijn met de gratis versie van Bookly. Met de premium versie van Bookly kan je dus meerdere medewerkers toevoegen en kan je ook betaalmethoden instellen en koppelen zoals iDeal en PayPal. Deze betaalde versie kost wel $89 per jaar. Als je nu reservering voor groepen wil inschakelen, dan heb je naast de premium versie ook daar nog een add-on voor nodig. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je groepslessen aanbiedt of klassikale trainingen. Deze add-on die kost $39 per jaar en samen met de premium versie ben je dus ongeveer $130 per jaar kwijt. Dat klinkt als veel geld, maar je krijgt er heel veel functionaliteit voor terug. En zo kan je een eigen online planningssysteem of reserveringssysteem toevoegen en integreren op je WordPress website. Ik hoop dat je iets hebt geleerd van deze video en dat je nu zelf een eigen online reserveringsformulier kunt maken. Zo ja, hit that like button. Heb je nog vragen? Laat dan een reactie achter. Wil je meer leren over hoe jij je eigen website kunt maken met WordPress? Op de website wplaunch.nl vind je een gratis handleiding die je kan downloaden. Ben je nou meer van de video? Vergeet dan niet te abonneren en ik zie je graag terug in de volgende tutorial.